Hans Hoyting, we kennen u van de prachtige verhalen over de botters. Hoe bent u daar zo toe gekomen om botters te onderzoeken? Nou ja, hoe ik daartoe gekomen ben, ik schreef altijd nog wel eens een stukje in de Bunschoter over diverse onderwerpen. En op een bepaald moment werd ik secretaris van de Bruine Vloot. En toen kwam eigenlijk de vraag van Hans, je schrijft wel de stukjes. Zou het niet leuk zijn als je van al die botters die we hebben, probeert een aparte verhaal te schrijven? Nou ja, daar ben ik verleden jaar mee begonnen. En ja, ik zit geloof ik nu aan nummer 10, 11. Ik heb er nog een paar in de steiger staan. En de bedoeling is dat dus elke maand een verhaaltje in de Bunschoter komt. Zo is het gebeurd eigenlijk. In het bestuur van de Bruine Vloot. En wat kan ik me daar verder bij voorstellen? Wat voor de Bruine Vloot? Wat doet u nog meer? Nou ja, ik ben secretaris van de Bruine Vloot. Je hebt ook altijd iemand die een stukje secretariaatswerk doet. Dus ja, ik was ook een beetje de schrijver. En vandaar dat ook die verhaaltjes in de Bunschoter kwamen. En waar is uw liefde voor botters vandaan gekomen? Ja, ik ben hier 43 jaar geleden komen wonen. En omdat ik water vond ik al leuk. Dat kwam door mijn werk. En ja, ik vond het gewoon. Ik ben toen lid geweest van de Eendracht. Ik heb heel lang zelden nog een zeilboot gehad. En dat ging over. En toen via de BU210, daar heb ik nog een tijd door gevaren. Daar kwam ik mee in aanraking. En uiteindelijk is dat op een gegeven moment de HK60 geworden voor de familie Schuurman. Daar varen we met z'n vieren op. En ja, via vier kwam toen de vraag, of wil je in het bestuur van de Bruine Vloot? Dat heb ik ja gezegd. Dat hebben we in feite de zaken verdeeld. Dat Bort was secretaris, Bort Nieboer. Die is toen voorzitter geworden en toen was, wil jij dan de secretariaatswerkzaamheden doen? Op die manier is het gegaan. Hoe ziet u de toekomst van de botters in Spakenburg expliciet? Nou ja, wat ik merk nu ik ermee te maken krijg, die botters liggen daar. En ja, het is gewoon een unique selling point zeg ik, voor het dorp. Het bepaalt heel sterk het dorp, of heel sterk het beeld van het dorp. Maar ik heb ook gemerkt dat die botters, die liggen daar niet zo voor niks. Dat kost heel veel fysieke en financiële inspanning om die boot aan het varen te houden. Dat gaat allemaal niet vanzelf. En je ziet gewoon, wat ik dan zelf merk, dat heel veel mensen toch een stukje ouder worden. Dus naar de toekomst toe ben ik heel benieuwd hoe zich dat verder ontwikkelt. Dat zal niet meevallen. Maar ja, inmiddels is er ook een stichting Behoud Museum Haven opgericht. Die mensen zijn er ook heel druk mee bezig. Wij proberen wat te doen met die botters in de haven te houden. Ja, wat de toekomst zal zijn weet ik niet. Maar de grote truc is om toch ook mensen te krijgen die zich bezig willen houden met die botters. En zich heel erg druk willen maken om die botters aan de vaart te houden. Wat zou de gemeente Bunschoten kunnen betekenen voor de Bruine Vloot om te zorgen dat de toekomst van de botters gewaarborgd blijft? Ja, kijk, de gemeente Bunschoten doet al een stuk. Die geeft subsidie op de lichtgelden. Die kan bezig zijn door faciliteiten zo goed mogelijk in stand te houden. Die haven in stand te houden. Meekijken om de zaak te propageren. Ja, eigenlijk heel veel dingen. Gewoon al het stuk bemoeienis wat ze daarmee hebben. Wat er in het verleden al gebeurd is, dat is ook vanuit de Bruine Vloot gekomen. Dat die stichting Behoud Museum Habo is gericht. Dat initiatief is ook via de gemeente gegaan. Die heeft zich daar in eerste instantie mee bemoeid. Op dit moment is het een zelfstandig bestuur. En ik denk het gemeente kijkt nog wel half mee. Maar in feite zijn het de mensen zelf die het moeten doen. Kijk, het leukste was als ze nog een heleboel met subsidies zouden kunnen doen. Maar ja, dat valt ook niet mee. Want er zijn natuurlijk ook wettelijk qua lichtgelden zijn er ook bepaalde restricties. Waardoor je dus onbeperkt lichtgelden kunt vergoeden. We doen al een aantal dingen. Maar het is gewoon moeilijk om dat in stand te houden. Wat is dan het verschil tussen het liggen met een botter in Elburg of in Spakenburg? Hier liggen er meer. Hier liggen natuurlijk heel veel botters tegelijk. Hier zijn verschillende partijen die zich met die botters bezighouden. En in Elburg hebben ze eigenlijk alles gecentraliseerd. Dus eigenlijk één instantie die zich daarmee bezighoudt en die dat helemaal begeleidt. En hier heb je natuurlijk, we hebben de gemeentebotter, we hebben het Schippershuis. Ik vaar dus met twee boten van de familie Schuurman, die hebben twee boten. Er zijn een aantal particuliere eigenaren. En ik denk wel, als je het wilt behouden, dat je dus als mensen, als instanties, zoveel mogelijk met elkaar moet samenwerken. Daar ligt de kracht. Als je het gaat verdelen, dan wil het helemaal niet. Dus, Nu had u het zojuist over de subsidies. Er staat in de Bunschoten van afgelopen vrijdag een heel riedeltje met subsidies die worden gegeven door de gemeente. Waaronder een subsidiepot voor cultuur.
krijgt de bruine vloot daar geen subsidie uit? Nee, er wordt dus zeg maar in feite wat een gedeelte van het lichtgeld wordt ook weer gerestitueerd naar de botteneigenaren. En dat zijn met name de voormalige schepen die ooit op de Zuiderzee hebben gevaren. Dat is wat de gemeente doet. Ik wens u in ieder geval heel veel succes. Ja, dank u wel. En al het goed voor 2019 en laten we hopen dat de botters blijven varen. Nou ja, dat is essentieel voor deze gemeente. Het is dermate beeldbepalend. Maar er zijn dus heel veel partijen die ervan mee profiteren. Want die botters trekken heel veel mensen. Daar probeert de middenstand van, de horeca profiteert ervan, het museum profiteert ervan. Het trekt mensen naar het dorp. En vandaar is het, ja, voor mij is het heel belangrijk dat die schepen blijven varen. Ja.